Je hebt, zeg maar, voor Overwerk heb je Gekkenwerk en Liefdewerk gemaakt als cd's. Ja. Met Het Goede Doel. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Henk Westbroek kwam naar mij toe. We hadden al 10 jaar geen contact gehad. En via was het was weer een normaal contact. Mm-hmm. En hij vroeg of ik zijn laatste soloplaat wilde produceren. Want hij was een plan om nog 1 plaat te maken. En hij vroeg ook en passant of ik een liedje wilde schrijven. Dus zei ik, leuk. Dus hij stuurde mijn tekst op. En een dag later, dat ging vrij snel, kreeg hij de demo van dat liedje. En toen kreeg ik 2-3 dagen later kreeg ik weer een tekst. En na een maand hadden we een heel album geschreven met z'n tweeën. En ja, eigenlijk zonder dat we erover gesproken hadden. En ik had die dingen ingezongen. En ik had toen nog een eigen studio. Ik ben dat album gaan opnemen. En toen kwam hij langzaam in te zingen. En toen bleek dat, ja, gewoon dat het beter zou zijn als het met z'n tweeën zouden zingen. Omdat hij een heleboel nummers niet kon zingen. Mm-hmm. En dat soms de harmonieën, ja, beter zouden zijn als ze het met z'n tweeën zouden doen. Nou, toen ontstond het plan om een duoplaat te maken. Henk en Henk. En dat leek me hartstikke leuk. Ja. En dat is toen uiteindelijk een Goede Doelplaat geworden. Dus het is eigenlijk het Goede Doel zoals het er voor die tijd was. Ja. Dat had er niks meer mee te maken. Maar dat waren buiten ons totaal andere muzikanten. En via kwamen wij in contact met een detacheringsbedrijf voor IT'ers. En via de site van dat bedrijf kon je gratis het album downloaden. Zo. En de mensen, dus de klanten kregen het voor niks. En het bedrijf rekende alle downloads af. Zipper. Ja, dat was perfect, want er werd helemaal niks meer verkocht. En toen werd er zelfs nog heel veel verkocht vergeleken bij nu. Mm-hmm. Maar dat was al weinig. Liefdewerk wilde op dezelfde manier doen. Maar toen had je de kredietcrisis. Dus er was geen bedrijf die daarin wilde gaan investeren. Ja. En er werden sowieso al geen cd's meer verkocht. Want, en het gekke is dat iedereen denkt van, dat is normaal. Want je kunt het voor niks van de computer plukken. Maar ja. Dan moet je niet verwachten dat mensen nog platen gaan maken. En dat is natuurlijk wat er nu aan de hand is. Daar gaan we straks wat meer over hebben. Ja. En we gaan luisteren naar een van mijn favoriete groepen. Hier komt Steely Dan, Hey 19.